Ik ben Sascha Verweij, 24 jaar, basisschool De Kinderbrug in Rijpwetering werk ik. En het is eigenlijk mijn eerste jaar dat ik groep 8 doe en dat ik dus ook de musical heb georganiseerd. Ik ben Jeroen de Boer, ik ben leerkracht van groep 8 op een basisschool in Amersfoort. Ik doe al een aantal jaren groep 8 en ik vind musical echt verreweg het leukste om te doen. Kim IJzenga in Kuik op de Harlekijn. Ik denk dat ik al een musical of 13, 12 gedaan heb. Ik ben Peter van Veldhoven. Ik sta voor het eerste jaar voor groep 8 op de Joppens. En daarvoor heb ik een jaar of 30 voor groep 8 gestaan op de Tweemaster. Ja, ik had zo'n beetje uitgedacht dat dit zal ongeveer de 30ste zijn. In mijn eentje zat ik op de bank toen ik dat boekje binnen had thuis. En ik ging hem zeg maar lezen. En ik moest gewoon al heel veel lachen. En dacht ik, oh, dit lijkt me echt leuk. En dit lijkt me echt grappig. En ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oppakken. Tweedehands winkel is natuurlijk fantastisch. Want dan ga ik gelijk denken, oh, dan wil ik dat en oude meuk en rommel en dit en zus en zo. Het moderne en de verschillende rollen. Weet je, het hele verhaal loopt gewoon lekker door. Het is actief, we gaan in tempo erdoor. Ja, ik vind het gewoon erg leuk. Ik heb niemand moeten teleurstellen. Dus ik had een soort kruisjeslijst meegegeven. En dan mochten ze gewoon alles aankruisen wat ze leuk vonden. Ik heb geen kind wat geen rol heeft gekregen die het niet leuk vond. Het verdelen van rollen, dat is heel makkelijk met ze. We waren er in de kortste keren waren we gewoon ermee klaar. Dat ze wel, oh, dat vind ik wel een leuke. Oh, dat is leuk voor jou. Ze zijn zo divers dat het voor alle kinderen aanspreekt. Nu ook in Zo Goed Als Nieuw. Er zitten rollen bij die wat dichter bij kinderen liggen, zoals de Gadget Kings. Met het vloggen en het bijna rapper George yo-yo-yo idee wat je dan krijgt. Dat is super tof. Maar aan de andere kant heb je ook rollen zoals een Bernard en een Roderick met de aardappel in de keel. Dat is totaal anders dan een kind is. Het Nancy achter de balie, die verliefd is op Zorba, laat me nu maar los, heeft totaal niks met dat kind te maken. Maar je kunt kinderen wel daarin meenemen dat ze groeien in die rol, dat er wel iets van hunzelf in zit, maar dat het heel ver van hun afstaat, maar op de een of andere manier toch als dichtbij komt te staan, omdat ze het eigen maken. Maar die liedjes met de dansjes en nou ja, ze zingen dat gewoon spontaan lekker mee en ze liggen lekker. Ja, dat vind ik. Ik ben toen bij Rapperoer terechtgekomen, omdat er zaten voorbeelden van dansjes bij en de layout was helemaal goed. Het is gewoon compleet. Ja, dat maakt het voor ons natuurlijk ook makkelijker. Nou, dat was ook super handig, omdat je natuurlijk en karaoke versie had, maar ook de normale versie. En dat die precies aanwijst waar je bent, dus wanneer je moet zingen. En dan gingen we bijvoorbeeld eerst een keer het liedje luisteren en dan gingen ze al vrij snel meezingen. We hebben die versie gebruikt van de site, gewoon om te helpen inzingen. En dan gaat het eigenlijk zo. Ik geloof binnen een week hadden ze alles goed erin zitten. Het zat erbij, ik denk bij 90% binnen no time in. Ik denk sommigen voordat ik überhaupt alle liedjes op bord kon schrijven, hadden ze alle liedjes al in hun hoofd zitten. Het loopt, die liedjes zijn lekker en makkelijk en fijn en ja, dat loopt gewoon. Toen we 2 weken geleden naar de Efteling gingen, gingen ze spontaan liedjes uit de musical zingen in de bus. Dus ja, weet je, dan het trekt ze ook. Wat bij Rapperoer altijd fijn is, even los van Zo Goed Als Nieuw, is dat het één decor is. Dus je hoeft nooit te wisselen. Je kunt werken met één groot stuk en daar omheen gaan bouwen. Ja, nou, dus zeg maar door het voorbeeld wisten we eigenlijk dat we moesten zolder zijn en dan wilden we er een muur op de achtergrond maken. En omdat zeg maar, het was natuurlijk al bruin, dachten we dan maken we een witte muur. We hebben ook expres gekozen om de kasten niet te schilderen en zo in het kledingrek, omdat we die gewoon in het echt hadden geregeld. Dus alles wat hier staat hebben ze zelf geschilderd, maar dan onder begeleiding van een ouder, onder schooltijd. Dus het is ook echt van hun waar ze in staan te spelen. Dat was een leuke extra dimensie, was voor ons voor het eerst. Nee, als ik deze musical zou spelen, zou ik denk ik een van de Gadget Kings spelen. Omdat ik het heel leuk vind hoe zij al die dingen aanprijzen en zo enthousiast met elkaar. En ook dat liedje samen zingen. Ja, dan had ik ook Sokko of Rini willen spelen. Oh, dan had ik Nens willen spelen. Ja hoor, volledig. Ja, want dan kan ik nog theatraler in doen. Met getoupeerd haar en zonder... Bij pancake altijd alle kinderen in verband hebben op het podium. En dan lekker bruin en ook helemaal blauwe ogenschaduw en roze lippen en kauwgom draaien. Oei! ik denk dan toch dat ik graag die Bernard van Champagne Nassau zou spelen. Lijkt me ontzettend leuk, want dan kan je helemaal verliezen echt in een typetje. Dat lijkt me de leukste. Echt, iedereen was positief. Ook dat kinderen normaal gesproken wat vaker bij ze van af en toe kunnen zelfs naar de wc gaan, omdat nou ja, dat kan lang duren. En dat nu bijvoorbeeld heel weinig gebeurde. En dus ook weer hoge betrokkenheid en dat er veel werd gelachen in de zaal. Om met elkaar zoiets te kunnen neerzetten als afsluiting van je basisschooltijd, dat hou je de rest van je leven bij je. Mijn basisschooltijd is al heel lang geleden, maar ik weet hem ook nog. Je sluit echt met elkaar af, zeg maar.
groep 8 en de hele basisschool. En ook omdat die liedjes aan het einde zo over de hele basisschool gaan. Emotioneel moment voor ouders natuurlijk altijd. Ja, je zet echt iets neer met elkaar en dat vind ik heel leuk. Ik denk dat kinderen leren samenwerken. Ze leren meer geloven in zichzelf. Ze leren dat twijfel helemaal niet erg is. Ze leren dat onzekerheden helemaal niet erg zijn. En het allerbelangrijkste is dat ze van tevoren heel nerveus zijn. En dan komen ze terug, ik wil nog een keer of dit was zo tof. En ik sta dan de hele tijd te genieten en te glunderen in de coulissen. En dat is me alles waard.